Wat? Ik moet filmen. Oh, leuk, jullie kijken naar een nieuwe vlog. We hebben een zadelkarretje, maar we hebben nog geen mandje. Dus ik liep net een uur te kloten. Maar uiteindelijk is het dan toch gelukt om alles erop te... Bijna alles. Mijn zweep en mijn musty past er niet bij. Nou, kijk. Marina heeft de cap opgehangen. Daar zitten de wortels in. Ik heb een handschoentje. Hoe heet die ding ook weer? Chaps. Joppers zitten daar. Joppers zitten hier onder het zadel. Nou, de koffer. En eigenlijk, Marina, kan je deze ook nog kwijt. Nee hoor. Ja hoor. Waar dan? Gewoon hier zo. Hi. Eentje lagert. Oh, dat had ik niet gezien. En je hebt het wel heel goed gedaan. Ja, hè? Nu nog even naar huis rijden. Ja, nu nog naar huis rijden. Zet hem even goed in zijn klapstand naar achteren. Ja. Nou, rij je maar. Kijk uit. Rustig, rustig. Hou hem wel wat scheef. Beetje naar links. Ja, zo rechtdoor. Oh, dat gaat te vroeg. Ja. Nou jongens, jullie wisten natuurlijk dat helemaal niet helemaal lekker loopt. Dat klopt, maar afgelopen dagen had hij lekker rust gehad. Gisteren hebben we hem gelogeerd. Het ging super goed. Hij loopt in het zand, loopt hij gewoon goed. Dus Sien, de eigenaresse, die zegt ook, ja, je kan vandaag gewoon rijden. En als het gewoon echt niet gaat, dan stop je maar. Dus ik ga er nu weer even op om te kijken hoe hij het doet. Want op het harde kan nog niet. Maar op het zachte wel, en dan moeten we eigenlijk gewoon wachten tot ze hoeven weer meer gegroeid zijn. Maar op het zachte is juist goed om nu te lopen, want dan blijft de doorbloeding ook goed. En ik heb een nieuw ampidekje van Sarissa gekregen. Echt mooi die. Echt heel mooi. Ik heb heel veel van Sarissa. En wie komt er vandaag? De osteopaat. Ja. Voor Moos en hem. Nou. Dus eerst even samen poetsen en dan opzadelen. Kan jij daarna uitmessen als ik even koffie ga drinken. Ja joh, ik kan ook gaan uitmesten op het moment dat we nog zitten te wachten op Nico en zij op de wei staan. Ja, inderdaad. Yep. Nou, tempo. Hoe voelt u, Marie? Wat? Hoe voelt u? Goed. Hij loopt echt super goed. Ik voel niks gek. Terwijl het vorige week echt gewoon een soort hobbelpaard was met drie benen. En dat hij er nu ook wel zin in heeft. Oh, nu niet meer. Ik denk, we gaan staan op midden, we gaan stoppen. Nee, dat is zeker niet. Nou, wel fijn, heeft hij geen pijn in zijn voeten meer. En vanmiddag wordt hij gemasseerd, dat zien jullie dan. Als het goed is, morgen in de video. Als jullie nu deze kijken. Lekker. Lekker. Ja. Hij denkt eten hier. Er lopen daar paardjes. Hij werd even een beetje afgeleid. Maar ik denk dat dat ook mijn angst is. Wat? Dat hij afgeleid wordt. Want toen Matira viel, Sana, Matira ook afgeleid. Ja, oké, okay, zo bedoel je, ja. Nou, moet je heel even wachten tot de paardjes binnen zijn. Ja. Doe je nu even goed concentreren op goed door de hoek heen. Ja, en lekker wakker stappen, hè? Oh, van, wat is het ook weer van die nep-overgangetjes? Schijnovergangen. Schijnovergangen, bijna hetzelfde. Nou jongens, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. De Hummer en Van Laatsen lekker daar samen op de wei. Jolly staat daar in de paddock. En Design en Jet is samen in de wei. En dan om 2 uur komt de andere groep en gaat hun weer allemaal naar binnen. Maar dat maakt niet uit, de osteopaat komt zo en het rijden ging best wel heel goed. Hij heeft nergens meer last van echt, want... Ik denk dat het gewoon dat die buitenrit met Sam en Samira eventjes te veel voor hem was. En heeft hij een paar dagen, denk ik 5 dagen of zo, even rust gehad. En nu kan hij weer. Alleen nog niet op het harde. Maar dan gaan we even met Hoes met kijken wat we eraan doen. Ja. Dus ja, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Hij was wel kort, maar maakt niet uit. Tot de volgende keer. Doeg!